...moeten bepalen hoeveel schade 22 boeren uit Noordoostpolder bijna 20 jaar geleden hebben geleden... ...door naadlatigheid van het waterschap Zuiden-Zeeland. Dat was gisteren de uitkomst van een rechtszaak in Lelystad. Verslaggever Jamila Bazis volgde de zaak gistermiddag. Nou, even een opfrisser, Jamila, wat was er nou ook alweer precies aan de hand? Het regen bij Mark Nesse en Krachenburg... Het water, wat daardoor dus op het land viel, kon niet goed weglopen. Omdat daar uh, schotten dicht waren. die het waterschap, volgens die telers, open had moeten zetten. Nou, zij zeggen: Wij hebben uh, het waterschap gewaarschuwd. van Joh, die dingen zijn dicht, zet ze open. Dat is niet gebeurd. En als gevolg daarvan zijn hun akkers overstroomd. Uh, is hun oogst veel minder geweest. en hebben ze vele tonnen schade opgelopen. Nou, daar zijn ze een rechtszaak over begonnen. En in 2020 pas, dus vrij recent eigenlijk, um, is daar een uitspraak geweest: en bleek dat het waterschap inderdaad een vergoeding moest betalen aan die telers vanwege de schade die ze in 2003 gehad hebben. Over de hoogte van die schade ontstond eigenlijk meteen al oneenigheid. En dat heeft ermee te maken, het is een technisch verhaal, maar het gaat erover er uh, was een taxatie kort na die schade in 2003. En het waterschap betwijfelt uh, of alle gegevens die daarin staan, of die wel kloppen. Uh, nou hebben ze vrij recent, heeft het waterschap zelf een taxateur ingehuurd. Dat hebben ze destijds niet gedaan. En die kwam dus uit op een lager bedrag. Nou, dus dan krijg je natuurlijk een wel eens niet het spelletje van wie heeft er gelijk. Uh, welk bedrag uh, is er geweest aan schade of welk bedrag moet vergoed worden. Ja, ja. De rechter die heeft dus bepaald dat die taxaties van, uh, van de boeren uit 2003 en de recente taxaties van het waterschap nog eens goed worden bekeken. Maar hoe moet ik me dat uh, voor me zien? Dan moeten er twee teams voorkomen die dat gaan bekijken. Eentje voor akkerbouw en eentje voor fruitteelt, want dat is toch weer een ander specialisme. En in die teams, heeft de rechtbank besloten, moeten experts zitten van beide partijen één. En dan nog een derde onafhankelijke taxateur of deskundige, die dus kan zorgen. Dat er een beslissing komt. Ja, en wat is jouw indruk? Gaat dat lukken? Want dit sleept maar voort en voort en voort. En die stemming die wordt er niet beter op, denk ik. Je merkt aan alles dat er, ja, dat er best wel veel uh, ja, toch wantrouwen is, zou ik het noemen. Uh, en tegelijkertijd proef je ook wel dat ze er eigenlijk wel graag uit willen komen. Want ja, dit speelt dus al bijna 19 jaar. Ja, dat is al een hele lange tijd. En het, het, ja, het heeft voor niemand echt heel veel zin natuurlijk om dit nog jaren voor te laten slepen. Want dan weten die telers niet waar ze aan toe zijn. En het waterschap uh, ja, blijft, daar, blijft ook natuurlijk uh, denken, ja, uh, wij, uh, wie heeft er nou gelijk? Dus uh, ja, hopelijk komen ze eruit, kunnen ze snel een team vormen. En uh, wordt dan duidelijk welke schadevergoeding er nou nog betaald moet gaan worden. We zijn weer op de hoogte. Jamila, dankjewel.